geluid doet niet. En toen ga ik, Chris, ik begrijp het niet. Dat gaat niet. Jawel. Dat kan niet. Hallo, test, test. Ja, ik begrijp. Dames en heren, ik zoek Chris. Geluidsman Chris. Geluidsman Chris. Hi. Hallo. Hoe lang ben je nou onze geluidsman, onze hengelaar? Ja, dat doe ik dan wel. Ja. Hoe lang ben je al geluidsman? Ik zat eigenlijk niet weten, Paul. Lang, nee, al heel lang, hè? Ja, toch wel even. En een half uur paaldansen. Nee. Hoe lang ben je al geluidsman? In de microfoon. Daar zit je mee begonnen. Hier of in het algemeen? Nou, bij mij, bij ons, bij Manneke Paul. Vorig jaar. Ja, je bent één met geweldig. Ik weet niet wanneer we begonnen bent. Maar het is leuk, hè? Ja, je bent geweldig. Je bent ontzettend leuk en echt heel erg... Maar een paar maanden geleden, we zijn ook, ik vind wel dat we een beetje vrienden zijn, of niet? Een beetje, ja. Want op een gegeven moment, in november, december was het zo... dan had je opeens heel erg je onderbroek, die kwam boven jouw broek uit. Weet je wat? Je onderbroek, ja. En toen zei ik, wat is er aan de hand? Ja, mijn verkering is uit, ik zoek nieuwe vriendin. Klopt dat? Dat heb ik niet gezegd. Maar wel dat je verkeering uit was. Ja. Maar ik heb gehoord dat je een nieuwe vriendin hebt. Hoe weet jij dat? Ze is heel kort. Met Audrey. Oh. Klopt dat? Ja. En ze heeft ons gemaild. Oh. Hier is Audrey! Hallo. Ik moet wel zeggen, Audrey, jullie kennen elkaar al langer. Maar het is opeens... Ik moet, nee, je blijft nog gewoon staan. Ik hengel wel. Hou jij hem vast dan? Nee, jij zei Audrey, ik ga jou hengelen. Sinds kort hebben jullie nu verkering, hè? Ja. Wat leuk, ik ga even dat je me wel aankijkt, anders zie ik je wel uit. Ja, dat is beter. Wacht. Ja, zo. Kom maar dichterbij, Ja. Sinds kort hebben jullie verkering, hè? Ja. Dichter bij de microfoon. Ja, lukt het. Ja. Maar Audi heeft ons gemaild. Audi, je hebt ons gemaild. Vertel. Want je had een hele lieve mail. Ja. Vertel. Ja, ik ken u dus al een jaar. Maar op een jaar tijd ben ik ook al te weten gekomen dat je geen nee kunt zeggen tegen iemand. Vooral tegen werk. Dus, je werkt heel veel en je kan heel moeilijk nee zeggen. Behalve tegen Audi, die zegt je altijd ja. Nou, niet altijd. Maar Maar jullie kennen elkaar al een jaar. Ja. En sinds anderhalve week hebben jullie dan iets meer, hè? Ja. Ze hebben al bijna anderhalve week relatie. En nu staat ze al gewoon op televisie. Maar ze wil jou iets zeggen. Ja, doordat je geen nee kunt zeggen, heb je ook niet veel tijd. Ook voor jezelf. Dus winkelen, dat is... Doe je niet. Winkelen. Via internet doe je heel veel winkelen. Ja, dat is waar. En nu zei Audrey, zou het niet leuk zijn als hij nou zo eventjes vrij af kon krijgen. Dat je even lekker met Audrey kan winkelen in het pittoreske Vilvoorde. Wat? Wanneer? Nu. Ja, toch? Nu, ja, de winkels zijn nog open. Het is woensdag 9:30, dus hartstikke open. We hebben een pak voor je geregeld, dat is goed. Je kan een pak aan. Jij kan lekker met Audi, kan jij lekker gaan winkelen. En wie gaat er dan? Nou, we hebben een vervanger voor je gevonden. Mikkel! Nee, grapje. Ja. Ken je Pascal Braakman? Die ken ik. Daar hier is Pascal Braakman! Of jij een uitsloop met jouw geluidsding zeg. Dat is gewoon een grote dildo heb je bij. Dat is een hele stempel. Maar die hebben een hele grote. Dag Pascal. Dag Paul. Is Audrey de verkering van Chris? Hallo. Oh, zoenen. Ja, ik kom mee. Ik kom. Verkering. Ja. Maar jij zoekt iedereen, hè? Ja, die je leuk vindt. Ja. Ik kom mee. Mooi. Zou jij ons geluid over willen nemen voor één avondje? Absoluut. Geen probleem. Dat is goed geregeld, hè? Dat is straf geregeld, ja. Oké, dan is dit is jouw staak. Ja, Audrey, neem jij lekker Chris mee. Je mag Chris gewoon de hele dag meenemen. Ja. Mag je gewoon leuke dingetjes mee doen. En jij gaat lekker shoppen, je gaat een pak aan. Een pak voor je. Voordat hij weg gaat, even een pak even laten zien hoe leuk hij eruit ziet. En dan mag je gewoon lekker vrij nemen. 1 mei, dag van de arbeid, Chris. Maar jij hoeft niet te werken. Oké, bedankt. Geef wel eens applaus, Chris. Audrey, gaan nu die kant op. Bye.
da 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 da